Dit is Esther Vergeer, ze is 27 jaar en ze won al goud in Sydney en ook in Athene. Zij wint de eerste set met 6-2. De tweede set gaat naar Korie Homan, die is pas 21 jaar uit Utrecht. De tweede set pakt zij met 6-4. Nu zijn we in de derde set. En Vergeer heeft het moeilijk op haar eigen opslag. Zoals u weet mag de bal twee keer stuiteren. Een goede diepe backhand van Vergeer. Die komt terug tot 30-30. En Homan pept zich op. Wordt het een matchpoint of een gamepoint? Het wordt een matchpoint voor Korie Homan. En dat is knap. Vergeer is de alleswinnaar. En kan ze terugkomen in die wedstrijd? Ja, deze backhand gaat in het net. En dan is Homan kwaad. Kwaad op zichzelf, want dit was toch wel een kans. Vergeer weer met de opslag. Goede backhand. En een ijzersterke voorhand van Esther Vergeer, haar favoriete slag. Ze komt op voordeel. En een goed dropshot. Want daar kan Homan niet meer bij. En dan komt Vergeer terug tot 5-5. Dus even later 6-6. Een tiebreak dus. En daarin komt Vergeer op een 6-3 voorsprong. Drie matchpoints dus voor Esther Vergeer. Maar hoe goed is ze nog na 2 uur tennissen? Een strak kopje bij Esther Vergeer. Zekere ballen van Homan. En dan de aanvalsbal is niet goed van Vergeer. Ze gelooft het niet. Maar die bal is maar net uit. Maar dan wordt het dus 6-4. 2 wedstrijdpunten nog over voor Esther Vergeer. En Homan die denkt aan die matchpoints die ze niet heeft benut. Vergeer kan bijna niet meer serveren. Is op. Vergeer stond maar 6 games af op de weg naar de finale. En nu zo'n zware wedstrijd tegen haar landgenoten. De opslag nu goed. Maar een prachtige return eroverheen van Korie Homan. En dan wordt het zomaar 6-5. Dan wisselt de servers en heeft Vergeer nog 1 wedstrijdpunt. Deze backhand gaat in het net en dan wint Esther Vergeer voor de derde achtereenvolgende keer Olympisch goud. Ze verslaat na een moeizame driesetter Korie Homan met 6-2, 4-6 en 7-6. Een prachtige ontlading bij Esther Vergeer. En Korie Homan zal balen, maar Vergeer die is dol en dol gelukkig na deze derde Olympische titel. Zoveel spanning komt er nu uit. Het was, was zo spannend. Er waren zoveel momenten dat ik... er ging zoveel door me heen. Matchpoint tegen gehad. Ja, je weet gewoon... Ja, het had op, met 1 bal had het over kunnen zijn. En ik, nou ja... Je gaat ooit een wedstrijd verliezen en het had vandaag kunnen zijn. Nou ja, ik was gewoon heel erg dichtbij. Korie was heel erg dichtbij om te winnen. Ik denk dat Korie echt ongelooflijk heeft gespeeld. Piek op het juiste moment zou je bijna zeggen, maar ze bleef gewoon slaan. Ze maakte zoveel druk en ik durfde niet en ik durfde heel weinig. En Korie bleef gewoon slaan en... Het was zo close. Het was een echte finale, het was... Een super wedstrijd en gewoon ontzettend balen, matchpoint en dan helaas niet af kunnen maken. Dus ik sta hier met hele dubbele gevoelens, ja. Hij is gewoon van goud. Nee, daar heb ik voor gewerkt. Deze wilde ik.